jullie uitgaven van Sportfocus, Paardensprong en natuurlijk Box. Die komt de aankondiging. Van die aankondiging die krijgt. Richard Dunn wordt aan die schade voorgesteld in die Ellisparkse tennisstadion. Kerel van 22, of liever 32 jaar oud. Trappieschaal op 95 kilogram. En kan die knoetsen aan de andere kant. 24 jaar oud. En hij heeft een gewichtsvoordeel van 1,5 kilogram. 96,5. Richard Dunn zijn record, 44 gevechten, waarvan hij 33 gewonnen en 11 verloren. En hij 21 uitloophouden of technische uitloophouden gepland. Kan ik dus aan de andere kant bij een minder ervaren? 14 gevechten, 12 gewonnen, 2 verloren, 11 uitloophouden of technische uitloophouden. En is het begin van die eerste ronde. Richard Dunn, die blonde kop met die zwart broekie. Hoe kort kussen kan die knutsen voor onze kijkers naar zwarte wit stellen en die lang kussen. En hij bokst nu rechts in beeld. Die derde man in die kreet, meneer Sven Christodoulou. De eerste ronde loopt maar bij je voel. Dan niet bereid om terug te deens voor de enige. Daar heb je te horen van kan ik knutsen niet. En zo ook knutsen aan de andere kant, wat bereid is om voor hem te gebeuren. Richard Dunn, natuurlijk een moeilijke kant met zijn hotlo manier van boks, met die rechtervoet en die rechtervuist voor. Opstapper van kan ik niet zo verhaal tref, dan wil ook die partner zo'n beetje dikker beginnen aanmaken in die eerste ronde. Gevaarlijke rechter hakel van Knutseba, die kon niet helemaal zuiver treffen. Die einde van die eerste ronde, wat bijzonder gelijk op verloop het, Benny Walter, die africhter van Kali Knutse, ook bestuurder van hem, die twee ronde.
Dankzij zijn linkerlijk gevaarlijk, maar hij is ook met oppas Ferrari. Gevaarlijke rechter van Lutze. Daar is hij net zo'n space die niet wordt, maar die handschoen was ook in die pad. Lutzense combinaties lijken mij een beetje meer effectief in die stadium als die van Richard Dunn. Dan kreeg daar die opening. Niet zo dat ik die wil draag. Dankzij verdediging bij goed. Twee goede linkers van weerskanten af. Stoppen van Knutsen. En daar een paar keer bij die handschoenen voorbij komt, komt in die kant van die kop van Richard Dunn. Hij telegrafeert naar heel van om een beetje te lang voor die tijd. Dit is nu Kali Knutsen, einde van die tweede ronde. Een ronde dat bij meer vuurwerken aangesneden was de eerste ronde. Vooral Kali Knutsen bereid om aan te vallen. En de zwaai. Er is nu die vierde ronde. Een goede leefhouder van Knutsen, maar daar die zwaai onder die koppen niet getreft. Ik zeg dat nu wat raak. Linkers en rechters. Het is alsof hij een bijna gauw einde aan hierdie gevecht wil maken. Maar dan ook dit geslapen. Boks goed met albei vuisten.
linker van Dennis Vinnig, Pik baie blitsig. Is alof blitsig besef dat hy dat een bykie te wild tekeer gegaan het, sy verdediging moet hy nou ook opknap, hou die handskoene mooi hoog. Linker was raak en die rechter rakelings. Daar is nie juist sprake van geweldige, vinnige voetwerk in hierdie gevecht nie. Die manne is bereid om platvoet te staan en het op die snoef daar in die middel van die kruid. Agressie in hierdie stadium is nog steeds Ali Koetse. Twee, drie goeies van Koetse. Dan is die moeilijkheid daar in die hoek. Kan nie bijhou nie. Geweldige sassie. Maar die klok redde haar vir Richard Dunn. Einde van die vierde ronde. En die nodige reparatie sal aangebring moet word aan sy gezicht en aan sy benebelde brein in hierdie stadium om te kyk of hy die vijfde ronde ook op sy voete sal kan bly. Skare wat het geniet. Vijfde ronde. Kali Knutse in die rooie broekie, Richard Dunn in die donker broekie. Prachtige linker van Koetse. Deur uit verdediging. Richard Dunn geskut in die vierde ronde. En nog nie helemaal mooi vast op sy voeten nie. Even benebeld. Koetse soek daar die opening mee. Soek die gaping. Man strijd nie met Stenker se doel nie, waarschuwing vir kopstand teen Knutse. Goeie rechter van Dunn. Afgelope 30 sekondes het hy kans gekry om 'n bietjie beter te herstel. Koetse wat bijna soos Mike Skiffle met die kop eerst voor en toe boor. Dit is een goeie rechter. Hier ene. Het lijkt me die einde van Richard Dunn. Een prachtige rechter opstopper. En de gekocht had al hier 10 kant van die kakelbeen. En daar leer Richard Dunn. Met Stenker se doel opdrijvend oor om wat tel. En ons kyk weer.
kom daar is een geweldige kort. Rest er nu. Vast met ze. Tegen die kant van die kakebeen roept ze dan. En de mens kan in vreugde verstaan van Kaliknutse, waar hij omringd wordt door zijn ondersteuners en vooral Billy Rotters, zijn africhter-bestuurder. Een uitklop hou in die vijfde ronde. De voeten wat voor...